Dit is een algemene legging voor wie het nodig heeft. Meegaan op de golven. En vliegen. Je hebt heel hard gewerkt de laatste tijd. En het is nu tijd om te gaan genieten van je succes. Dus wat voor werk dat ook is geweest, hè? Misschien heb je gewerkt aan een bepaald project, of misschien op je werk, of misschien binnen je bedrijf. Je kan ook werken aan jezelf. En wat het ook is waar je aan hebt gewerkt, nu is de tijd om te genieten, om mee te gaan op die golven van succes. Je bent op dit moment heel, heel erg succesvol. Het Rad van Fortuin en de zwaarden 6. En de staven 2. Dus weer die weg naar succes. Dus Rad van Fortuin. Natuurlijk heel veel succes ook, hè, wat naar je toe komt. Beloningen, veranderingen, verbeteringen, geld. Eigenlijk wat je maar wilt. En het harde werk is voorbij. Je kunt nu gaan genieten. Je komt in kalmer vaarwater terecht. Alles gaat makkelijker. En de liefde komt naar je toe. Met de koning van staven. Dat is iemand. Er komt een bepaalde communicatie naar jou toe. Het is schildknaap van pentakels, we hebben kracht. Koning van staven, pentakels 4. Zwaarden 2. Ik zal het ietsjes naar boven halen. Zo. En de gehangene. Dus er is iets waar je al heel lang op wacht, waar je heel hard voor hebt gewerkt. En dat iets, dat gaat nu naar jou toe komen. Er is iets of iemand waar je aan vastgehouden hebt. Het is die droom die je hebt gehad, al heel lang. En die komt nu naar jou toe. Dus al je harde werk is niet voor niks geweest. Ik zie heel veel geld eigenlijk naar jou toe komen. Wat het ook, want dat succes, hè, dat komt heel erg naar boven hier. Nou kan het zijn dat je bijvoorbeeld iets hebt opgestart. Misschien ben je voor jezelf begonnen. Misschien heb je net een promotie gekregen.
Of dat komt er aan? Want we kijken vooral natuurlijk naar de toekomst. Die manifestaties, die komen naar jou toe. En het is heel sterk op dit moment. Dus blijf daarmee doorgaan met het manifesteren. Want het werkt. Je bent alles naar je toe aan het trekken wat je wilt. Er is iemand hier. En er zijn bepaalde gevoelens of emoties die naar boven komen hier. Deze persoon. Zat heel erg vast, maar komt nu in beweging. Dus dan zou je zeggen dat het iemand is die je al kent, hè? Dus iemand uit je verleden. Maar dat hoeft echt helemaal niet zo te zijn, want het voelt eigenlijk heel erg nieuw aan allemaal dit. Maar dit is iemand die zich een tijd heeft gevoeld alsof diegene vast zat, nergens heen kon, vast zat met gevoelens en emoties. En het kan natuurlijk iemand uit je verleden zijn, hè? Het is niet dat het maar voor één persoon geldt. Het is natuurlijk een algemene legging. En er komt altijd een bepaalde boodschap uit. Maar ik zie hier een hele sterke band tussen jou en deze persoon. Ik denk dat dit iemand is, als je deze persoon niet zelf kent uit je verleden, dan is het iemand zeg maar, die je kent bijvoorbeeld uit een vorig leven. Dus een hele sterke band is er tussen jullie. Maar wat ik zie is dat het meeste echt energetisch is, zeg maar. Dus die connectie tussen jullie, jullie staan met elkaar in verbinding. Eigenlijk al zonder elkaar echt te kennen. En je zit vast aan deze persoon. Heel veel geluk in de liefde is er. Dit is iemand die heel veel vuur en passie in zich draagt. En dat wordt eigenlijk alleen maar versterkt doordat deze persoon loskomt van zijn of haar verleden. Dus heeft vastgezeten, hopelijk niet letterlijk, maar, maar laten we het op figuurlijk houden. Heeft vastgezeten en komt nu los en eigenlijk daardoor komt diegene in een soort extra. Een soort stroomversnelling van al dat vuur en passie wat losbreekt. Het is iemand die heel eerlijk is. Geen blad voor de mond neemt. Gewoon alles zegt en doet. Volwassen. Heel liefdevol. Hele warme, warme persoonlijkheid is dit. En dit is liefde tussen jullie. Het zal liefde op het eerste gezicht zijn. Ja, toch heb ik het gevoel, het kan zijn dat je deze persoon ooit eens bent tegengekomen.
Misschien elkaar uit het oog bent verloren, of misschien is het maar één ontmoeting geweest of één blik. Maar ik denk dat je, als je deze persoon ziet, een soort gevoel van herkenning hebt. En die stroomversnelling, die werkt heel aanstekelijk. Want jij komt zelf ook in een stroomversnelling terecht. Dus dat succes, die golf van succes waar je op zit, dat vliegen ook, hè? Dus je harde werk, je kunt nu vliegen, je stijgt overal bovenuit eigenlijk. Dat is een beetje het gevoel wat deze persoon ook heeft. En jullie versterken dat in elkaar. Dus je mag hier echt heel wat van verwachten. Jullie zitten echt vast aan elkaar. Ik zei het net natuurlijk al even, jullie staan met elkaar in verbinding. Die connectie die is heel sterk tussen jullie. En je komt daar ook niet van los. Dus je blijft aan elkaar vastzitten. En dat zul je eigenlijk merken zodra je elkaar ontmoet of met elkaar in contact bent, dat die connectie zo sterk is. Dat je maar aan elkaar blijft denken. Misschien heb je dat gevoel nu ook al een beetje. Dat je het gevoel hebt dat er iemand is met wie je in verbinding staat. Dat is deze persoon. Het is echt een hele bijzondere connectie die jullie hebben. Maar wat ik zie is heel veel geluk in de liefde. Sorry. Heel veel geluk in de liefde. Een hele gelukkige liefdesrelatie. Met deze persoon, dus tussen jullie samen. Die liefde die helemaal gaat opbloeien, gaat groeien. En die alles voor jullie in een stroomversnelling brengt. Dus het succes wat je al hebt, dat wordt nog vertienvoudigd, verhonderdvoudigd. En dat blijft eigenlijk maar groeien, dat blijft maar doorgaan. Dus super, super mooie legging. Ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. We kijken hoe dit allemaal verder gaat verlopen. Ik kijk ook natuurlijk naar die andere persoon, wat voor iemand het is. En misschien hoe jullie elkaar gaan ontmoeten. We gaan kijken wat er allemaal naar boven komt voor boodschappen. Ik ga even een slokje water drinken. En ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag.